strikt genomen klopte die kop natuurlijk. Initiatiefnemer Alp Buzes declareerde 160.000 euro. En in één keer word je weggezet als een graaier en een paria en word je met de dood bedreigd. Zonder dat artikel zelf goed te lezen hebben ze eigenlijk al hun conclusie getrokken en is Koen Vervinden al veroordeeld. Een lastig verhaal om uit te leggen op dat moment. Hoe het wonderkind van de goede doelen in één dag verandert in een graaier. Verraden door vrienden, geframed op radio, televisie en Twitter. Argos Medialogica, morgen op Nederland 2.